Ik ben Mark en ik doe de opleiding eerste monteur koude en klimaatsystemen. Nou, mijn werkzaamheden die ik hier eigenlijk doe, is dus het meehelpen van mijn praktijkopleider en andere collega's waar ik dan mee aan het werk ben. Dus ik krijg gewoon een opdracht van hun en die opdracht die moet ik uitvoeren. Nou Mark, we gaan zo die veerveiligheden gaan we even monteren op die warmtepomp. Ja. Dit zijn de veerveiligheden. Het is wel even belangrijk dat we die op de goede plek monteren. Hier binnen zijn we bezig met het prefab van de machines die we dan in een later stadium gaan monteren op locatie. Het mooiste is uiteindelijk dat de leerlingen en ook de monteur zelf de installatie leren kennen. Zeg maar, dat ze zeg maar weten hoe het te bouwen is en aan de hand van gesprekken die we hebben met verkopers en projectleider hoe we dat gaan monteren op de klus. Mijn gemiddelde dag, ja, het varieert nogal. Op het ene moment zit ik binnen, dus dan ben ik in de werkplaats bezig met dingen voorbereiden voor een klus. Of we hebben wat andere projectjes lopen. Nou, ik ben dan bezig geweest om testunits te maken. Zo. Nou, het laatste onderdeel. Die zit dicht. Je hebt koper leidingwerk. Die moet je dan solderen met een acetyleen zuurstofbrandertje is dat. Daarnaast heb je ook fitwerk. Dus je moet leidingwerk, dus staal en RVS leidingwerk... moet je in elkaar hechten en daarna moet je die aflassen. Het verschil tussen monteur en eerste monteur. De monteur doet uiteindelijk de werkzaamheden die van de eerste monteur aangereikt krijgt. En de eerste monteur die doet dan de werkzaamheden ook. Alleen die is dan verantwoordelijk voor de monteurs waar hij dan op dat moment leiding aan geeft.